Hallo en welkom bij Werken voor de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Willem de Witte en in deze nieuwe reeks ga ik, steeds met een andere deskundige gast, in gesprek over de grote werken uit de geschiedenis van de filosofie. Zo hopen wij, samen met onze kijkers, na te gaan denken over hoe wij zelf kunnen werken in en voor een nieuwe wereld. In deze eerste aflevering spreek ik met Ad Verbrugge over de Ethica Nicomachea van Aristoteles. Ad, welkom. Ja, leuk dat je hier bent. Het lijkt me inderdaad zeer gepast om met jou deze eerste aflevering van onze nieuwe reeks af te trappen. Niet alleen natuurlijk omdat jij een beetje het boegbeeld bent van de nieuwe wereld, maar ook omdat Aristoteles een denker is die jou zeer aan het hart gaat en die jou ook erg heeft gevormd, jouw eigen denken. Ja. We gaan aan het eind van het gesprek het ook nog even hebben over de impact en de invloed van Aristoteles op jouw eigen filosofische vorming. Mm-hmm. Maar voordat we echt gaan aftrappen met het bespreken van de ethica de diepte in, ga ik eerst nog even de kijkers meenemen om kort even wat te zeggen over het leven van Aristoteles. En misschien kort wat over de context waarin Aristoteles dacht. Hè. Aristoteles was een Griekse filosoof. Hij werd geboren in het jaar 384 voor Christus, stierf in het jaar 322 voor Christus. Al op 17-jarige leeftijd verhuisde Aristoteles als zoon van een dokter naar Athene, waar hij zich als student aansloot bij de beroemde academie van de filosoof Plato. Aristoteles verblijft wel 20 jaar aan Plato's academie, tot aan de dood van Plato, waarna Aristoteles al snel benaderd wordt door koning Philippus II van Macedonië om les te gaan geven aan diens zoon, Alexander, voor de geschiedenis beter bekend als Alexander de Grote. Het is in de laatste periode van Aristoteles' leven dat hij lesgeeft aan zijn eigen school, het Lyceum. En het is ook uit deze fase dat de meeste werken bekend zijn waaraan Aristoteles ook vandaag de dag nog steeds zijn roem dankt. Deze teksten worden hoofdzakelijk geschreven als collegeaantekeningen voor de lessen die Aristoteles geeft aan het Lyceum. Daarbuiten schrijft Aristoteles ook werken voor een breder publiek, werken met een wat hoger literair gehalte, werken die ook de ideeën van Aristoteles wat meer tot leven moeten brengen. Maar het grote deel, eigenlijk al deze werken, zijn niet overgeleverd. Het enige wat wij nog hebben van Aristoteles zijn deze collegeteksten. En onder deze teksten vinden wij ook de Ethica Nicomachea, de tekst die wij vandaag gaan bespreken. En zoals gezegd ga ik er dus over in gesprek met jou, Ad. Ja, heel mooi. Prachtig initiatief, Willem. Ja. Dus, en ik heb er zin in, want Aristoteles is voor mij wel een van de belangrijkste inspiratiebronnen. En ik lees hem nog steeds heel graag en ook nog regelmatig. Dus, ja. Ja. Nou, hopelijk kunnen we de kijker ook wat laten opsteken over jou, de kennis die jij inmiddels in jouw, ik denk dat het inmiddels al 20 jaar terug gaat, hè, dat jij met Aristoteles bezig bent, ruimschoots. Nou, ik denk wel 30. Ja, precies, precies. Ja. Nou, kijken of we deze kennis ook met de kijker kunnen delen vandaag. Het leek me een mooie plek om te beginnen, om even te kijken naar de wereld waarin Aristoteles zelf denkt. Zoals gezegd, ja. Aristoteles is natuurlijk een Griekse filosoof, heeft zelf aan de Academie van Plato ook gestudeerd. Mm-hmm. Dat wijsgerige gedachtegoed heeft natuurlijk grote invloed op hoe Aristoteles zelf zijn ideeën gaat formuleren. Mm-hmm. Maar Aristoteles deed natuurlijk ook duidelijk afstand van de traditie waarin hij op dat moment denkt. Hij gaat echt zijn eigen weg in. Zou je misschien wat meer over ons kunnen vertellen over die tijd waarin Aristoteles denkt? En wat nu maakt dat Aristoteles ook weer zo'n uniek figuur is in de tijd waarin hij denkt? Ja, grote vraag natuurlijk. Ja, mooie vraag. Je schetste eigenlijk zelf al bij je inleiding dat Aristoteles is opgegroeid als denker aan de Academie van Plato. Je moet weten dat Plato zelf eigenlijk geboren wordt tijdens wat we noemen de Peloponnesische oorlogen. Hij is een denker die van meet af aan eigenlijk ook worstelt met het droeve lot dat Athene, maar ook zijn grote leermeester Socrates ten deel zal vallen. Want ik zei, de Peloponnesische oorlogen die eindigen uiteindelijk ook rampzalig voor Athene. Ze zullen die oorlog verliezen. Dit is een periode van, pak een beetje 25 jaar, al zo iets meer. Maar die ook heel gruwelijk eindigt. Dus met wat we noemen wel de Griekse broedermoord. Ze
De slachtpartijen tussen enerzijds Spartanen, Sparta, zijn bondgenoot, en anderzijds Athene, ja, die waren echt gruwelijk, ook wat ze elkaar aandeden. En uiteindelijk zie je dat er ongelooflijk veel burgers in verschillende perioden van Athene ook sneuvelen in die strijd. En uiteindelijk verliest dus ook Athene. Je krijgt voor korte tijd een bewind van aristocraten, oligarchen, de triakonten. En de 30 die daar eigenlijk gemeenschappelijk Athene bestieren. Dat blijkt uiteindelijk ook geen lang leven beschoren. Dus uiteindelijk keert de democratie weer terug. Dat is ook het moment waarop uiteindelijk in 399 Socrates veroordeeld zal worden. Ook door de volksvergadering. Het is een heel beroemde proces ook wat tegen hem gevoerd is. Maar je ziet wel dat eigenlijk Athene niet meer langer de dominante macht wordt in het Middellandse zeegebied. Je ziet dat Sparta dat enige tijd probeert over te nemen. Nou, komt eigenlijk ook niet van de grond. Je ziet dat er verschillende steden, stadstaten, want daar hebben we het eigenlijk over, proberen dan de dominante macht te worden. We zien ook dat Plato ook nog wel zich met een avontuur heeft ingelaten met Dionysos van Syracuse. Dat wordt ook geen succes. Dus je ziet dat de wereld die in de pak een beet de tweede helft van de vijfde eeuw lange tijd bestierd is door de twee toonaangevende stadstaten. En met name Athene was dan heel dominant. Dat die wereld langzaam op zijn retour is. En wat er gebeurt is dat in die toch wat chaotische, wij zouden tegenwoordig zeggen multipolaire machtsdynamiek, dat langzaam één nieuwe macht opkomt, eigenlijk van buiten. Dus de Philippos van Macedonië, die eigenlijk een rauwer soort mensen, minder verstedelijkt, maar die uiteindelijk wel een enorme legermacht op de been weet te brengen, ook andere stadstaten aan zich gaat onderwerpen. En die voor het eerst, en dat krijgt met name onder Alexander dan een enorme versnelling, ja, een soort, zou kunnen zeggen, een bijna een Grieks leger formeert. Dus niet zozeer de ene stadstaat, Macedonië is dan wel leidend daarin, maar een grotere legermacht, ook met allerlei huurlingen enzovoort. En daar ontstaat uiteindelijk het grote rijk van Alexander, dat tot in India doorloopt. En Aristoteles is in die tijd inderdaad ook de leermeester van Alexander. Heeft een goed contact met hem, ook wanneer Alexander op expedities is. Hij stuurt hem naar verluid ook regelmatig allerlei interessant materiaal dat hij op zijn veldtochten tegenkomt. Of het nou dieren zijn of boeken. Dus er ontstaat een hele uitwisseling. En dat is ook een van de redenen waarom Aristoteles na de dood van Alexander, wat was het, 324 of zo, nou, in ieder geval ook in de jaren 20. Ja. Athene zal ontvluchten, omdat hij, zoals hij zelf zei, het niet toestaat dat Athene zich voor een tweede maal aan de filosofie zal vergrijpen. Denkend aan het lot natuurlijk van Socrates. Ja. Dus hij ontvlucht de stad en 2 jaar later komt hij te overlijden. Nou, wat je ziet, en dat was jouw vraag, hè, dus eigenlijk zitten we in de nadagen van de polis als de centrale politieke organisatie. Ja. Alexander had al een rijk opgezet. Het is niet voor niets dat we dat in de geschiedenis ook kwalificeren als begin van het Hellenisme. Vandaar ook een Griekse legermacht uit Hellas. Dat is een ander soort leefwereld. We zullen ook zien dat Aristoteles aan de ene kant dus teruggrijpt op die oude wereld, zoals hij die kent uit de verhalen en uit ook het denken van Plato. Ja. Echt die stadstaat, dat is voor hem een heel belangrijk eikpunt. Terwijl tegelijkertijd hij
in een wereld zit waarin die stadstaat, die polis, niet meer zo begrensd begrepen kan worden. De stad blijft sowieso. Denk aan Rome en de politieke organisatie van de stad blijft toonaangevend, heel de oudheid door. Hè. En Rome zal uiteindelijk natuurlijk de grote stad worden die de centrale macht vormt. Maar er is eigenlijk toch een politieke en een economische en militaire structuur aan het ontstaan die over de grenzen van die stad heen wijst. Nou, Hegel zal in zijn beroemde Grundlinie in de filosofie des rechts, daar zullen we het in deze reeks misschien ook vast ook over hebben. Ja, die zal dan ook verwijzen, en dat is die beroemde uitspraak van dat de uil van Minerva dat die met het invallen van de schemering uitvliegt. Ja. Dat is wanneer die filosofie hier grauw in het grauw maalt, wanneer de filosofie haar grijs in grijs schildert. Die staan een gestalt als levens oud geworden. Dat is een gestalte van het leven oud geworden. Dat is eigenlijk die oude stadstaat. Ja. En met grauw ins grauw lässt ze zich niet verjongeren. Met dat grijs in grijs wordt ze niet verjongd, wordt ze niet vernieuwd. Maar zonderen, ze laat zich nu erkennen, maar ze kan gekend worden. Dus je ziet ook, het is een filosofie waarin eigenlijk die oude wereld volledig bewust wordt van zichzelf. Ja. Dat is hoe Hegel het schetst. Ja. En tegelijkertijd is het ook de ondergang. Hè? De uil, die Eule de Minerva, begint eerst met een einbrechende Dämmerung ihren Flug. Dus met het invallen van de schemering begint hij aan haar vlucht. Ja, dat is mooi dat je dat inbrengt natuurlijk. Dat het ook, hè, het is juist dat met, laten we zeggen, het afbrokkelen van die stad. Hè, afbrokkelen, maar mensen worden natuurlijk zich steeds bewuster van de precariteit van dat instituut van de stad. Misschien waar men eerst eigenlijk van nature ervan uitgaat, nou, wij zijn opgenomen in deze eenheid die de stad is. We stellen eigenlijk geen vragen bij wat er goed en niet goed is in deze stad. We zijn gewoon opgenomen in deze gemeenschap. Maar pas met het fragiel worden van die polisorde, gaat men ook de vraag stellen, wacht even, al die, hè, die normen en die wetten die wij hier, waar wij ons aan hebben gehouden, die komen nu in het geding. En misschien moeten we nu wat explicieter gaan nadenken over wat eigenlijk die normen zijn. We moeten dat wat meer scherp maken. Dat proces is overigens in Griekenland al veel eerder op gang gekomen, omdat je in feite al ziet in de zesde eeuw, dus mede naar aanleiding van het op stoom komen van de geldeconomie, maar ook de schuldeneconomie, dat er eigenlijk allerlei sociale problemen ontstaan. Ja. In allerlei stadstaten, daar zien we eigenlijk oligarchieën de kop opsteken of soms tirannieën, waarbij een klein deel van de elite, de aristocratie of soms rijke kooplieden en aristocratie, in toenemende mate eigenlijk de geld gedreven of rijkdom gedreven, want het is niet alleen geld, dus rijkdom gedreven die polis bestiert. Maar ook zo dat eigenlijk een groot deel van de traditionele burgerij, de gewone boeren, in toenemende mate eigenlijk verarmden eigenlijk niet goed ook met die schuldeneconomie om konden gaan. Ja. Ook toen hadden de Grieken daar al regelmatig problemen mee. Dus je ziet dat daar een grote onrust bestaat. En dat is al in de zesde eeuw. Ja. Dus ook wanneer je het hebt, hè, die noodzaak tot reflectie. Nou, we kennen allemaal het beroemde boek van, of beroemde, de tempel van Apollo. Ja. En daar hadden we ook de zogenoemde zeven wijzen. Een van die zeven wijzen was Solon. En Solon is zo'n wetgever al in de zesde eeuw, die ten einde een revolutie te voorkomen, een nieuw bestel formuleert, de zogenoemde eunomia, het goede staatsbestel. Ja. En dat is ook noodgedwongen. Hij wordt daar zelfs door de aristocraten of oligarchen voor benaderd, omdat men zich zo'n zorgen maakt. Men ziet her en der in Griekse wereld natuurlijk die onrust en ook verschillende staatsgrepen en opstanden. En ze vragen hem dan uiteindelijk om, op basis van logos zou je kunnen zeggen, en zijn ervaring, dus op basis van reden, om een nieuwe constitutie te ontwerpen. En in die traditie
Staan eigenlijk die filosofen. Ja. Plato doet dat op zijn hele eigen manier. Ja. Reageert natuurlijk ook weer op een nieuwe problematiek. Daar hoeven we het nu niet over te hebben. Maar die onrust die bestaat al wat langer. Je zou kunnen zeggen dat wat wij in onze modernisering tegenkomen vanaf de 17e eeuw. Daar worstelen zij ook mee vanaf de 6e eeuw. Aristoteles is eigenlijk de afsluiting van die grote traditie, die wat mij betreft ook zo met mensen als Solon begint. Hij is dan de laatste die zo'n groot ontwerp over het goede leven eigenlijk neerlegt. Ja. En dat ziet hij ook als een onderdeel van de politica, van bestuurskunde, het kunnen besturen. Het is natuurlijk wel mooi dat je dat zegt, omdat er wordt natuurlijk gekeken wel naar de ethica, en dan bijzonder natuurlijk hè, de ethica Nicomachea, als het eerste systematische geschrift over ethiek, in elk geval de traditie van de geschiedenis van de westerse filosofie. Hè, men zegt wel, Plato in zijn dialogen gaat natuurlijk ook in op morele thematieken, maar hij bundelt die niet allemaal in één dialoog. Hè. Die morele kwesties zijn over verschillende dialogen verspreid. Aristoteles is eigenlijk de eerste die dat allemaal bundelt en gaat zeggen, we gaan die ethica eigenlijk als wetenschapsdomein isoleren en kijken wat we daarover kunnen zeggen in zijn eigen recht. Ja. Wat je dus zegt, hè, hij wordt gezien als de eerste, hij staat eigenlijk al in een hele traditie. Absoluut. Die wordt geïnformeerd door eigenlijk dit idee van, we moeten wat impliciet voorhanden was toen we nog leefden in misschien meer organische samenlevingen, gebonden aan het land, gebonden aan de waarden die daar heersten, gebonden aan die normen van de stad. Die moeten we nu expliciet gaan maken, omdat we zien dat die waarden in het geding komen. Die worden op een bepaalde manier. En daarmee veranderen ze ook. Hè? Ja. Dus een van de centrale thema's, daar gaan we dadelijk over hebben in dat denken ook van Plato, Socrates, Plato en Aristoteles, is die vraag naar arete. Ja. Wat wij vertalen met zo'n woord als deugd of voortreffelijkheid. Ja. Maar de arete hoorde van oudsher bij de aristoi, bij de edelen, bij de beste. Ja. Dus de aristocratie is natuurlijk de heerschappij van de edelen, van de beste. En arete is eigenlijk de edelheid. Nou, het is duidelijk dat bij Solon de arete, de deugd of de voortreffelijkheid van deze elite te wensen overliet. Vandaar ook uitdrukkingen bij hem als dat mad en agaan, niets te veel. Hij ziet hoe die elite eigenlijk te veel zijn eigen belangen laat prevaleren. Ja. En daar komt eigenlijk al een analyse van wat is nou eigenlijk zoiets als edelheid? Ja. Dus die bewustwording. Speelt op eigenlijk al in die zesde eeuw, omdat het traditionele, laten we zeggen, Homerische levensideaal, stemt niet meer overeen met hoe de polis al vanaf dat in die zesde, eind zevende, zesde eeuw al is. En bij Aristoteles zijn we weer een paar slagen verder. Dan zie je dat inmiddels Athene natuurlijk ook een reusachtige stad is geworden, zeker voor Griekse begrippen. Er zijn 300.000-400.000 mensen die daar wonen, met qua burgerbevolking ongeveer een 30.000-40.000. Dus ook in tijden van de democratie. Ja. Ongeveer 10% van de bevolking stemgerechtigd. Maar wel onrustig. Ik kan zeggen, die onrust die zie je al in de zesde eeuw tevoorschijn komen. Je ziet dan ook de enorme opbloei, de fantastische opbloei van Athene. In met name de vijfde eeuw, na de oorlog tegen de Perzen. Zelfs die overwinning, die luidt ook al, die draagt in zich de kiem voor de eigen ontsporing. Ja. En ook hoe de democratie dan vervolgens ontspoort. En toch leidt tot een vrij militaristisch, nationalistisch, zelfs imperialistisch Athene, wat echt een probleem heeft met maat houden en maatverlies. Dat thematiek van maat en maat houden en evenwicht, dat wordt nou juist door Plato en Aristoteles, zeker zijn Socrates ook al zo geagendeerd,
omdat het de Grieken er zelf zo'n grote moeite mee hebben. En met name Athene zo'n grote moeite mee, ja, mee heeft. Ja, nou, dus, we gaan natuurlijk dadelijk uitvoerig zien wat het centrale belang van dat concept, het begrip van maat houden, is inderdaad ook in Aristoteles' idee over het goede leven en de deugd. Misschien kunnen we kort nog even deze korte contextualisering afmaken door even te kijken naar, we hebben nu deze hele traditie gezien waarin Aristoteles denkt, van Solon, Socrates, Plato. Hoe onderscheidt Aristoteles zich nou van deze traditie? Hij pakt die draad op, maar hij slaat er ook misschien een andere kant. Hij gaat er een andere kant mee op. Waar onderscheidt Aristoteles benadering van deze theorie? Ja, ik denk, en dat dan grijpen we al iets meer vooruit ook op de kerngedachte van de ethica. Dat wat voor Aristoteles heel belangrijk is, punt 1, het altijd recht doen aan de ervaring. Dus het is ook bekend natuurlijk, het beeld van de school van de filosofen waarin Plato naar boven wijst en Aristoteles naar beneden. Hè, dus bij de aarde blijven. Ja. Je zei het al, hij komt natuurlijk uit een familie van artsen. Dus de diagnose goed stellen, kijken wat er aan de hand is met het lichaam. Dat als methode past hij dat ook toe. En dat zie je ook in zijn politica. De politica en de ethica horen bij elkaar. Dat zei ik al. Die vraag naar de deugd is ook een vraag naar eigenlijk het deugen van de stadstaat. Maar dan zie je dat hij zegt, er is niet zoals één ideale vorm. Je zult afhankelijk van het soort stad, het soort bevolking, het soort levensstijl, kun je verschillende goede staatsvormen onderscheiden. Hij maakt die bekende drieslag tussen de monarchie, de aristocratie en de politeia. Dat is meer het Spartaanse model, een soort van burger-militie-achtige bestel. Ja. Maar je hebt daar ook weer de eigen ontsporingen van. Dus de monarchie kan ontaarden in tirannie. En dan krijg je wel de meest kwaadaardige staatsvorm. De aristocratie kan ontaarden in de bekende oligarchie, waarin geld en rijkdom dominant zijn. En zo'n politeia, zo'n burgermilitiebewind, kan ontaarden in het meespreken van allen, waarin vooral ook weer de kwestie van rijkdom dominant wordt. Ja. En dan krijg je een soort ontspoorde democratie, of wat bij Plato soms ook wel ochlocratie wordt genoemd. Een soort massa-bestuur. Ja. Maar dat is kenmerkend voor die ontsporing, is dat er niet meer sprake is, bij Aristoteles heel systematisch, van een gemeenschappelijk goed. Dus de bestuurders en de politairs, het zijn de staatslieden, die besturen dan op een manier waarin ze niet meer gericht zijn op het gemeenschappelijk goed. En dat betekent dat er dus een verdeeldheid gaat ontstaan, dat er twee spalt binnen de stadstaat opkomt, en dat de zaak instabiel uit evenwicht raakt. Ja. Ja, dus dat is de context waarin je de ethica ook moet plaatsen. Ja, precies. Nou, dat lijkt me dan. Tot nog even jouw vraag, van wat is dan het grote verschil? Ja, bij Aristoteles toch dat belang voor het empirische. Niet één ideaal type wat hij als uitgangspunt neemt. Verschillende mogelijkheden. En wat zich het beste laat verwezenlijken is ook afhankelijk van de condities waaronder burgers bij elkaar wonen. Soms ook wat hun economische activiteiten zijn enzovoort. Maar goed, dat is. Wat heel belangrijk is, is dat voor Aristoteles, en dat is misschien wel goed om eraan toe te voegen, komt ook uit die hoek van de geneeskunde. Dat Aristoteles ook kijkt naar het lichaam zelf en hoe het in zijn optimale vorm komt. Zoals je eigenlijk ook naar de natuur zou kunnen kijken, op een manier waarin het steeds gaat om De vervulling van wat iets in wezen is. Heel de gedachte van vervulling, voltooidheid, volheid.
dat iets als innerlijke opdracht kent. De beukennoot moet vindt zijn vervulling in de beukenboom. Ja, en het gaat om dat die beukenboom is het, zoals bij Aristoteles heet het, telos. De voleinding, de volheid waarnaar de beukennoot streeft. En dat is eigenlijk een hele invloedrijke gedachte geworden in onze traditie van de filosofie. Die eigenlijk tot en met de 17e eeuw overeind is gebleven. En tot op zekere hoogte opnieuw weer actueel aan het worden is. Ook binnen de biologie, of juist ook binnen de biologie. Dat is een vorm van wat wij noemen teleologisch denken. Ja. Dus dat iets een telos heeft, een volheid, een voleinding. En die voleinding is eigenlijk niets anders dan de wezensverwerkelijking. De verwezenlijking van wat het eigenlijk iets in de kern is. En zo kijkt hij ook naar de mens. Ja, nou dat wijst eigenlijk al heel mooi vooruit, hè, naar het doel dat Aristoteles zichzelf stelt met het schrijven van de Ethica überhaupt. Dat haakt natuurlijk ook heel erg in op hoe denkt er Aristoteles na over wat het doel is van het menselijk handelen. Die twee die hangen met elkaar samen. Misschien zou je kunnen beginnen met wat stelt dus Aristoteles zich tot doel in de Ethica? Mm-hmm. En waar komt hij dan vervolgens op uit? Hij komt dan vervolgens met een definitie van het goede leven. En aan de hand van die definitie gaat hij eigenlijk zijn verdere leer uiteenzetten. Ja. Dus zou je misschien al kort wat kunnen zeggen over die definitie? Ja, dus dan hebben we het eigenlijk ook over de methode. Misschien ook wel goed om nog even, want we gaan natuurlijk ook vanuit Aristoteles nog naar de huidige tijd toe. Hè. Ja. Kijk, wat denk ik zo interessant is aan dat denken van Aristoteles. Dat geldt sowieso ook voor de Griekse denkers. Je kunt het ook over Plato of over Herakleitos hebben. Maar wat zo fascinerend is, is dat hij een aantal, je zou kunnen zeggen, grondbegrippen introduceert. Dus de fundamentele begrippen, waarin hij naar het zijnde kijkt, al wat is. Ja. Ook naar de levende natuur en ook naar de mens. Ja. En die grondbegrippen, die wijken echt af van hoe wij tegenwoordig kijken naar de natuur of naar de mens. Ja. Als we kijken naar de moderne ethiek, zoals die bijvoorbeeld in de 17e, 18e eeuw wordt geformuleerd, dan zie je een enorme nadruk op het idee van individuele vrijheid of individualiteit, ja, die heel belangrijk is als vertrekpunt. Individuele vrijheid hangt ook weer samen met de hele opkomst van het protestantisme, het belang van het eigen geweten en het hele idee van de autonome persoon, zoals die zo kenmerkend wordt voor de moderniteit. Dat is eigenlijk een grondbegrip dat wij heden ten dagen, tot en met de woke discussies, waar ligt nou mijn identiteit in? Ja, in hoe ik in datgene wat ik zelf wil zijn. Ja, dat is de hele gedachte van de vrije persoon en de waardigheid van de persoon draait om een individu en zijn eigen wil. Ja, en zijn wilsbepaling. Dus dat is de zelfbepaling. Nou, dat zijn echt moderne categorieën om naar het mens zijn te kijken. En als we nou kijken naar Aristoteles, en dat was ook een van de redenen waarom hij mij zo aansprak, dan zien we eigenlijk een heel ander jargon. Een andere grondbegrippen. Ja. En die voor een deel zullen die dus ook, wanneer je die naast het modern mensbegrip zet, wanneer je die daarnaast zet, dan zullen ze in eerste instantie misschien ook vreemd overkomen. En tegelijkertijd zul je ze herkennen. Dat zullen we dadelijk ook wel gaan zien. En merk je dat je van daaruit dus een ander zicht krijgt op gewoon het leven. Jouw eigen leven, de wereld om je heen. En dus voor Aristoteles, ik zei al, hij was arts, is het de hele lichamelijke component van het bestaan. Voor mij ook heel belangrijk.
Hij zal nooit en ten nimmer de vervulling van de mens losdenken van zijn lichamelijke bepaaldheid. Dat is een integrale, zou ik zeggen, een dimensie die hij meeneemt. Dus dat is het, zoals je de beukennoot ook niet kunt beschrijven zonder de stof waarin die beukenboom uiteindelijk uitmondt. Ja. En hoe die stof is georganiseerd. Ja. Nou, zo geldt dat ook voor Aristoteles. De menselijke lichamelijkheid is gewoon een inherent onderdeel van hoe je kijkt. Dat is het eerste. Het tweede, om maar even vooruit te grijpen, is fundamentele gedachte. De mens is een gemeenschapswezen. Dus je begint niet met het individu en zijn autonomie. Je begint gewoon met het idee, een kind wordt geboren. En hoe groeit hij nou op? En Aristoteles kijkt naar de natuur en zegt, mens is een paarvormend wezen. Dus vanuit die paarvorming zien we dat de voortplanting plaatsvindt. Dus man en vrouw, kind. Dat is de eerste gemeenschapsvorm. Die krijgt een wat bredere kring in de stam of in de grootfamilie. En uiteindelijk gaan wij samenleven in een polis. En het is alleen dankzij dit, tegenwoordig zouden ze zeggen, superorganisme. Dankzij dit organisme van een stadstaat. Ja. Dat wij überhaupt kunnen zijn wie we zijn. Dus wij zijn van meet af aan gemeenschapswezens. En de hele uitwerking van zijn ethiek heeft die fundamentele gedachte. We zijn gemeenschapswezens. We zijn een zoon politicon. Wij zijn wezens die in een polis tot ontplooiing komen. En denk maar, wie zouden wij nu zijn tegenwoordig zonder die context waarin wij leven? Nou, dat is voor Aristoteles is dat echt een fundamenteel vertrekpunt. En een van de risico's van de moderniteit, en dat is natuurlijk ook wel opgemerkt, ook door verschillende denkers in die moderniteit zelf, is dat wij een ethiek hanteren of een mensbegrip hanteren, een mensbeeld, waarin we in feite roofbouw plegen over die context. Waarin we niet meer zien datgene wat ons in staat stelt om te leven zoals we leven. Waarin die autonome persoon met behulp van techniek en allerlei faciliterende structuren in de waan terechtkomt dat hij de laatste en beslissende grootheid is. In een politieke orde. Terwijl Aristoteles had gezegd, nee, je moet het geheel denken. Ik geef nu twee voorbeelden. De mens is fundamenteel een lichamelijk wezen, want hij is een dier. Hij is een dier dat reden heeft. Ja, dus hij denkt dus die dierlijkheid mee in wie wij zijn, maar wel op een eigen manier. Het soortmakende verschil, de differentia specifica, noemden we dat in de traditie, is die reden. Alleen, dat is niet een reden à la Descartes. Ik denk dus ik ben en ik ben een substantie die losstaat, denkend van die lichamelijkheid. En dit is eigenlijk een machine. Dat is meer de moderne opvatting. Nee, dat denken is intrinsiek verbonden met onze lichamelijkheid. En de vraag wat is de vervulling en wat is de beste verwezenlijking van onszelf als zo'n dier dat reden heeft, of een dier dat spreekt. Want het is breder, die logos, dan alleen maar reden hebben. Ja. Het sprekende dier. Precies. Nou, dat is natuurlijk heel mooi wat je zegt. Hè? Dat inderdaad, wat je bij uitstek ziet in die moderniteit, is dat er van meet af aan een heel nauw mensbegrip wordt gehanteerd. Een mens die bij uitstek wordt gedefinieerd door de vrije wil en door de reden. Die ertoe in staat is om met zijn eigen reden zijn handelen op de meest correcte manier te bepalen. Ja, of in naturalisme wordt het gewoon de oerdriften die ik optimaliseer. Maar dan ga je naar een optelsom van individuen, zoals in de traditie van het utilitarisme, het nutsdenken. En zoals we het in de moderne economie terecht zien komen als de mens is een self-interested rational animal. Ja. Dus rational animal volgt dan animal rationale, zoon logon egon. Dus grijp terug op Aristoteles, ja. Dus die neoclassieke gedachte. Maar self-interested
is typisch dan weer zo'n modern uitgangspunt. Ja. Dus dat we een zelfzuchtig, rationeel dier zijn. Nou, Aristoteles zegt, we zijn gemeenschapswezens. En dat gaat soms helemaal fout. Hè? En dan deug je niet helemaal. Ja. Dan krijg je dus de ondeugden. Maar we hebben ook de mogelijkheid om volwassen gemeenschapswezens te zijn. Ja. En dat betekent dat je dat in stand houdt en cultiveert wat een goed leven mogelijk maakt. Ja. Ja. Dat is... dat vormt ook het vertrekpunt van de ethica. Ja, nee, precies. Misschien kunnen we daar dan ook meteen op doorpakken. Dat inderdaad... Aristoteles begint ook met... opent de ethica ook een beetje met de vraag... of eigenlijk met de opmerking. Hè. We zien dat al ons handelen uiteindelijk gericht is... op het bereiken van het goede. Maar dat op iets goeds. Op iets goeds. Ja. Hè? Nee, precies, natuurlijk op iets goeds. Want het goede, dat blijft natuurlijk maar even de vraag van... wat versta je daar precies onder? Dat is al meteen onder. Veel te veel Plato. Nee, op iets goeds. Precies. Een timmerman wil dat huis bouwen of die mooie kast. De veldheer wil zijn wedstrijd. Maar de dief wil uiteindelijk in zijn ogen iets goeds doen... namelijk dat geld binnenhalen. Maar dat is het schijnbaar goede. Ja. Ja? Ja. Ja. En dat is dus inderdaad precies wat je zegt. Dat is een heel mooi verschil ook met Plato, waar we het net over hadden. Je gaf het al even aan. Hè? Bij Plato zou het meer gaan over het goede in zichzelf. Terwijl bij Aristoteles gaat het natuurlijk veel meer over het goede in die lokale manifestaties. Het goede, daar spreek je op verschillende manieren over in verschillende contexten. En Aristoteles probeert dus ook heel sterk dat goede te denken vanuit de mens. We vragen niet naar het goede helemaal in het algemeen. We vragen naar het goede als oogmerk van het handelen, naar iets goeds. Ja. En dan in het bijzonder voor de mens. Dus hoe definieert Aristoteles dan vervolgens dat wat het goede is voor de mens? Dit is natuurlijk het belangrijkste thematiek van het eerste boek uit de Ethica, Nicomachea. Misschien toch aardig om... Ik heb hem hier liggen. Kijk, dit is de Nederlandse vertaling. Ik heb verschillende. Maar dit is mijn meest dierbare die ik, ik denk op 24-jarige leeftijd heb aangeschaft. Je kunt het ook... Zorgvuldig genoteerd. Dus hier zit een berg aan. Dus de Griekse uitgave. De Griekse editie, we kunnen het misschien wel even laten zien in de camera. Ik weet niet of de camera hem kan... Zo kan ik hem hier... je moet hem eigenlijk even inzoomen, Kento. Dus dat... kunnen we meteen een mooi plaatje van maken. Ja, nog iets? Lukt het nog wat dichter? Ja, precies. Ja, dus... kortom... intensief, meer dan één keer gelezen. Intensief, echt ontelbare keren gelezen. En ook dat hele vertaalproces is voor mij ook van levensbelang geweest. Hè? Er zijn echt woorden die ik op een andere manier heb leren begrijpen. Door lezing, door met het Grieks bezig te zijn. Waardoor ik tot op de dag van vandaag eigenlijk al op een andere manier kijk naar het leven en de dingen om me heen. En dat heb ik mede te danken aan dat gesprek met Aristoteles. Maar dus boek 1 is heel belangrijk. Het eerste boek. Waar we al mee begonnen... Hij start vanuit de gedachte dat bij alles wat we doen, we gericht zijn op iets goeds. Ja. En hij zegt, maar je ziet ook een bepaalde ordening. Hè, dat degene die een zadel maakt, die doet dat voor, in dit geval, dat is de zadelmaker, doet dat voor degene die gaat paardrijden. Dus dat betekent dat de kunde die gericht is op iets goeds, in dit geval zadelmakerij, uiteindelijk afhankelijk is van die andere kunde, namelijk dat de mensen kunnen zijn die paarden kunnen berijden. En dat betekent dus dat er een soort van hiërarchie gaat ontstaan. Want die paardrijkunde, we gaan niet alleen maar voor onze lol paardrijden, we zien ook dat in vele gevallen dat weer wordt aangewend, bijvoorbeeld binnen de cavalerie, als onderdeel van de krijgskunde. Ja. Dus er ontstaat zo'n ordening waarbij hij zegt, je kunt natuurlijk niet eindeloos door blijven gaan. Waarbij je steeds van vraagt, omwille waarvan is dit dan? Waar is dat nuttig voor, zouden wij tegenwoordig zeggen. Ja. Uiteindelijk moet er zoiets zijn als een laatste
een laatste doel, een laatste telos. En dan komt ook dat betekenis. Dat telos is niet alleen een doel waarnaar je streeft, maar het is ook dat wat een bepaalde voleinding geeft. Waarin je eigenlijk de andere zaken omvat. Dus die vallen onder jou hiërarchisch. Ja, en die. Zo kunnen we ook heden ten dagen natuurlijk kijken naar allerlei activiteiten. Waarbij je de vraag stelt, waarvoor dient dat of waar is het goed voor? Hè? Nou, uiteindelijk komt dan de vraag bij Aristoteles naar het hoogste goed. Wat is nou het telos, dat hoogste goed, in het teken waarvan eigenlijk al het andere gedaan wordt? Ja. We kunnen hier op zichzelf over dat eerste boek al een uur of twee uur praten. Dat gaan we niet doen. Ik ga even snel er doorheen. Ja. Maar dan is de gedachte dat we hebben daar al een ervaring mee, zegt Aristoteles. Het zou gek zijn. Dat is ook weer anders dan de moderne filosofie in de 19e en 20e eeuw. Hij zegt dat we geen enkele ervaring met het leven zouden hebben. En wat het hoogste goed zou zijn. Natuurlijk, dat kennen we ergens. Ja, dus we hebben daar een zekere bekendheid mee, maar het is nog niet gekend. Het bekende is nog niet het gekende. En dat bekende krijgt dan de naam eudaimonia. Het hoogste goed wat de rest omvat is geluk. Geluk of welzijn. Het hangt oorspronkelijk samen met het woord ui. Is, zoals we bij euthanasie, is het goede. Of zoals het, ja, euthanasie is eigenlijk de goede dood. Ja. Dus en zo heb je eudaimonia, is eigenlijk de goede daimon. Ja. Of het welzijn. Ja. Ons woord wel is eigenlijk ook zo'n voorvoegsel, net als ui in het Grieks. Zo'n prefix. Dat komt nog regelmatig terug, dat ui. Dat zullen we daar ook nog wel zien. Nou, die eudaimonia, dat is dus menselijk geluk, het menselijk welzijn. Dat is een alomvattend telos. Dat is echt de volleinding van ons bestaan. En waar we allerlei zaken uiteindelijk op richten. En die in het teken staan van ons geluk. Ja. Ja, en dan is de grote ethische vraag natuurlijk, wat is geluk? En dan zie je eigenlijk het thema wat bij Socrates natuurlijk ook steeds terugkeert. Dat is de definitievraag, wat is. Ja. Zoals Socrates al vroeg, wat is moed? Ja? Of wat is rechtvaardigheid? Precies. Nou hier, wat is eudaimonia? Ja. Ja. En dat is eigenlijk de centrale vraag van boek 1. Nou, en als je dan verder kijkt, en dan maak ik maar even de gedachtegang af, en dan kunnen we van daaruit weer verder zien, is dat hij inventariseert dan een hele reeks van ervaringen waarin bepaalde meningen zijn. Hè, sommigen zeggen natuurlijk, dat hoogste goed dat is eigenlijk gezondheid. Maar dan zegt hij, dat is vaak wanneer je ziek bent, zeg je dat. Hè, of het hoogste goed is rijkdom, wanneer je arm bent. Hè, maar we zien toch ook dat rijken toch ook heel ongelukkig kunnen zijn. Of dat mensen die gezond zijn, ook in een heel erbarmelijk leven terecht kunnen komen. Ja. En ook hele slechte dingen kunnen doen. Nou, dus hij bespreekt eigenlijk allerlei van die opvattingen. En komt uiteindelijk dan op de vraag van, laat zich nou dat goede van de mens, laat zich dat nou wellicht begrijpen vanuit een eigen werk. Een eigen taak die de mens heeft als mens. Hij zegt, kijk, dat is, komt hij weer die empiricus. Hij zegt, kijk maar naar alle activiteiten. Als je zegt, van dat is een goede timmerman. Dan ligt dat goede in de kwaliteit van zijn werk. Of een goede gitarist. Hij speelt prachtig gitaar. Ja. Maar ook waar het gaat om ons lichaam. Hij zegt, iemand heeft goede ogen. En dan werken zijn ogen goed. Dus het werk, namelijk zien, wordt volbracht op een goede manier. En daarvoor heb je goede ogen nodig. Of zoals wij zeggen, ook deugdelijke ogen. Ja, dan komen we wel in de buurt. Ja. Je ogen moeten deugdelijk zijn. Ja. Ja? En zo zegt hij, maar is er dan misschien ook
een werk van de mens als mens. Kijk, en hier, dat is een... Kijk, die grootste vragen zijn ook eenvoudig. Tegelijkertijd liggen hier ook beslissingen. Daar kan ik misschien aan het einde toe nog wel wat over zeggen. Maar het is ook een grootse gedachte. Want wat die vervolgens doet dus, is zeggen, nou, wat zou dat dan moeten zijn, dat werk van de mens? Ja. We hadden het er al over, dat in zijn ontologie, de manier waarop hij naar de dingen kijkt, naar de zijnden kijkt, het zo is dat ieder zijnde, al wat is, een wezen heeft. Dat geldt voor die plant, dat geldt voor die beukenboom, dat geldt voor de kat. Die heeft een eigen wezen. En die komt tot ontplooiing, ja, in de natuur. We zien steeds eigenlijk hoe iets... ontstaat, gaat groeien en uiteindelijk in bloei komt. En dat bloeien, dat is eigenlijk de beukenboom die weer in staat is ook weer om zich voor te planten. De beukenboom in bloei, of de appelboom in bloei. En dat is zo'n beeld van iets dat ten volle is. Dat is ook weer een eigen vertaling die ik heb gemaakt voor het woord entelegeia, ten volle zijn. En zo kun je ook zeggen dat een oog ten volle is in het zien. Ja? Dus het ten volle zijn. En dat noemt hij ook wel energeia. Ons woord werkelijkheid. En ergeia komt ook van het Indo-Europese erg. Erg, en als je daar een wou voor zet, dat zijn een soort taalwetten, dan zie je het al, dan krijg je werk. En dan krijg je werkelijkheid, work, werk. Ja? En dus energeia, energie, dat is een populair thema op dit moment, is eigenlijk in werkelijkheid zijn, in werking zijn, aan het werk zijn. Dus het in werking zijn van het oog, dat is de werkelijkheid van het oog. Ja. Dat is een heel mooi werkelijkheidsbegrip. Dus het is een werkelijkheid niet van, oh, het is stof, dat is werkelijk. Nee, want een mens die dood is stoffelijk nog wel hetzelfde, maar het hart werkt niet meer. Ja? En de ogen werken niet meer. En die werkelijkheid heeft dus te maken met die activiteit, dat is ook een vertaling in het Latijn van die energeia. Ja. Dus een werkzaamheid waarin de gedachte is dat ik dus mijn doel heb en het goede ligt dan in die werkzaamheid, in die activiteit. Dus het goede zien. Ik zie goed. Ja? Nou, dat is het in werking zijn van mijn oog. Het in werking zijn van mijn gezichtsvermogen, nog breder. Of het ook wel het ten volle zijn van dat gezichtsvermogen. Mijn ogen zijn ten volle in het zien. Mijn oren zijn ten volle in het horen. Ja, dus dat is, en als het niet meer, als mijn oren niet meer horen, of als mijn gehoorvermogen achteruit gaat, dan betekent dat ik niet meer die volheid bereik. Van die eisthesis. Nou, zo is er dus ook een vraag. Is er een werk? Niet van de ogen en de oren, maar van de mens als mens. Ja, en daar komen we terug. Denk aan die beukenboom. Dat moet dan samenhangen met wie wij in wezen zijn. Nou, wat zijn wij in wezen? Dat dier dat reden heeft. Ja. Wat is dan het werk? Ja. Wat is het werk dat hoort bij reden hebben? Nou, dan zegt hij, ja, dat werk is handelen. De mens is het enige wezen dat handelt. En niet handeldrijven, maar handelen, zoals wij zeggen, iemand is handelingsbekwaam. Ja. En dan zie je zowel het verschil als de overeenkomst met het modern begrip. Kijk, de persoon, het kind is een persoon, maar is nog niet voor zichzelf een persoon. Dat is, daarom zeggen wij, hij heeft nog niet alle rechten, bijvoorbeeld geen stemrecht en zo. Contracten kunnen nog niet gesloten worden. Waarom? Omdat hij nog niet voor zichzelf
persoon is. En dat wil zeggen, de vrijheid die hij op zich is, is hij nog niet voor zichzelf. Wij denken dat vanuit de vrijheid. Ja, dat is Hegeliaans idee, op en voor zichzelf persoon zijn. Aristoteles zegt, het gaat niet zozeer om dat persoon zijn. Nee, het gaat om, kun jij handelen? Nee, dat lijkt wel op hetzelfde, want wij zeggen ook, op het moment, het kind is eigenlijk nog niet handelingsbekwaam. Waarom? Het kan ook niet goed nadenken. Ja. En als je dementeert, hè, dus wanneer de mens het mentale verdwijnt, dementeert, ja, dan ben je dus niet meer in staat om te handelen. Ja. En dan, dus de dementerende verliest zijn handelingsbekwaamheid. Ja. Nou, dat is, en Aristoteles zegt, dat is logos. Dus dat is logos. Dus het werk, hij kan niet meer goed nadenken. Dat is dus waar het over gaat. Dus het gaat om het denkvermogen. En om de juistheid en om de deugdelijkheid van een denkvermogen. Nou, de mens is het dier dat reden heeft, dat kan denken, kan overleggen, kan beraden. En dat is zijn eigen werk. Nou, en dan is het idee, dat betekent dat het hoogste goed, en dat is de ongelooflijke gedachte, dat het hoogste goed gelegen moet zijn in die activiteit van het handelen. Ja, het goede handelen is dan de werkelijkheid van mij als een dier dat reden heeft. Ja, en wat stelt mij nou in staat om goed te handelen? En zegt Aristoteles, nou, dat is nou juist deugd. Ja, en wat voor soort deugd is dat dan? Nou, dan grijpt hij terug op stukken uit dat eerste boek, waarin hij heeft gezegd, nee, het geluk is een alomvattend, het is een volkomen goed. Alles wordt er door omvat. Het is een volkomen goed. Nou, dus heb je ook een volkomen deugd nodig. Een volkomen voortreffelijkheid. Ja, en dan komt hij eigenlijk bij de definitie uit. Ja, ja, want al die elementen die je nu hebt besproken, die komen dus eigenlijk ook terug in die definitie. Ja, dus wat is geluk? Ja. En dat is dan, zegt hij, dat is de werkelijkheid. Het ten volle zijn. De werkelijkheid van de ziel. Daar komt het ziel. Precies. Ja, want het ging om wie de mens in wezen is. Ja. Nou, hij is een bezield wezen. Ja. Dus het is de werkelijkheid van de ziel. En een werkelijkheid krachtens, het gaat op een vermogen, krachtens een volkomen deugd, een volkomen voortreffelijkheid. Ja. En dan niet zomaar op een goede dag, maar zoals hij het mooi zegt, maar een leven dat tot volle wasdom gekomen is. Dus het, nou, en daar kom je eigenlijk ook in de buurt van. Wij spreken natuurlijk ook over volwassenen. Wassen, denk aan de wassende maan, hangt samen met groeien. Dus het is, je bent volgroeid, volwassen. En voor Aristoteles is geluk dan dus niet iets wat kinderen kunnen hebben. Die kunnen wel een lekker gevoel hebben. Maar dat kunnen ze soms ook weer zo kwijt zijn. Maar als jij een deugd hebt, dan ligt jouw geluk in een bepaalde wijze van handelen. Ja? En die wijze is eigenlijk bestendig. Want die gaat terug op die voortreffelijkheid. Net als de gitarist, die eenmaal gitaar kan spelen, die kan dat oppakken en doen. Nou, zo is eigenlijk ook ons handelen. Voor hen, dat deugdelijke handelen. Iets wat jij op een bestendige manier steeds kunt doen, op basis van zo'n volkomen deugd. Ja, en in een leven dat tot volle wasdom gekomen is. Ja. En dat is eigenlijk de volwassene die zich bepaalde gewoonten heeft eigen gemaakt, bepaalde deugden heeft ontwikkeld. En die op een bestendige manier in de praktijk brengt. En wat heeft dat dan met geluk te maken? Ja, dat is eigenlijk ook, je bent gelukt daar als mens. Dat is zijn idee. En je bent gelukt en je geniet ook van het leven
niet in een, zoals hij zegt, in een bijkomstige zin. En zoals wanneer je een lekkere appel eet of een pot bier drinkt. Het is niet dat genot, het is het genot wat samenhangt met die activiteit. Ja, dus wat niet primair gericht is op een uitwendige goederen die jij, waarover jij beschikt en die je kan consumeren of de eer die jij ontvangt van mensen. Hè, dus, nou ja, mijn geluk is dat ik heel veel likes heb op Facebook. Nee, het gaat dus over een geluk dat gelegen is in de activiteit. Ja, en dat is namelijk dat deugdelijke handelen. En dat hangt ook weer samen met zijn genotsbegrip. Want genot is volgens Aristoteles, dus zoals gezegd, niet iets wat beperkt blijft tot het zintuigelijke. Hoewel hij dat ook onderkent. En mensen die niet van lekker eten kunnen genieten, zegt hij, ja, die missen ook iets van deugd. Je moet ook. Die vindt hij eigenlijk een beetje flauw, hè? Mensen die niet. Je moet gewoon ook kunnen genieten van eten of kunnen genieten van seks. Als je dat niet kunt, dan ben je eigenlijk ook schraal. Ja. Dat is ongevoelig, dat noemt hij het ook. Precies. Wel. Maar het gaat steeds om de vorm, hè? Dus waarin je het doet. Dus dat is. Dus, je kunt als een schrok op de taart, of je kunt converseren aan een tafel. Ja. Terwijl je lekker geniet van het eten en ondertussen daarin degene die jou ontvangt eigenlijk je waardering laat blijken. Dat is handelen. Ja. Dus dat handelen is de wijze waarop dat ook dat uitwendige goed wordt in dit geval wordt genoten. En wat is dan dat genot voor hem in de kern? Zo definieert hij het ook. Hij zegt, nou kijk maar naar een paardenliefhebber. En wanneer geniet die man nou? Ja, wanneer die mooie paarden ziet. Kortom, genot is de aanwezigheid. In de nabijheid zijn, aanwezigheid van dat wat jij lief hebt. Dus de Kento die dit nu aan het opnemen is, is een verwoed tafeltennisser, zoals je weet. Nou, die houdt van tafeltennis. Daar hou ik trouwens ook best wel van. Ja. Maar wanneer geniet hij dus? Dat is in de werkelijkheid van dat spelen. En dat is dus het genieten zit hem in dat aan het werk zijn, ten volle zijn als tafeltennis. Ja. Ja, dat is de gitarist, de zanger die zingt en die van die activiteit houdt. Ja, en zo zegt Aristoteles, zo is het geluk dus niet meer aan iets externs verbonden. Ja. Maar aan de werkelijkheid van ons eigen wezen, om de activiteiten die wij verrichten, die we lief hebben. Ja. Ja, zo geldt dat dus ook voor de deugd. Degene die moedig is, die vrijgevig is, die kalm is, die geestig is. Nou, allemaal verschillende deugden, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Die handelt op zo'n manier. En die behandelt een situatie op zo'n manier, dat die dat doet op een zodanig dat hij dus ook geniet van die activiteit. Ja. Hij geniet ervan om die vriend dat cadeau te geven, om die maaltijd te hebben, of om die grap te vertellen, of om iemand te helpen die hem. Maar ook om uiteindelijk om zijn leven op het spel te zetten, wanneer het nodig is, omwille van. De goede zaak. Ja, in dit geval de vrijheid van de stadstaat. Ja. Dus zo bouwt hij eigenlijk die gedachte op. En dat is het begin van de ethica, dus zoals Aristoteles zelf ook zegt, het belangrijkste gedeelte. Ja. Want zo kom je de werkelijkheid van de ziel, dus het is een activiteit van de ziel, krachtens die deugd, in een leven dat tot volle wasdom gekomen is. En dan zit je eigenlijk bij. Waar de hele ethica op gebaseerd is. De definitie die dan gaat uitpakken in allerlei onderdelen. Ja, en die in al die het hele werk bestaat uit 10 boeken. Dit is niets anders dan een, zoals Aristoteles zegt, eigenlijk een geleding van de elementen die in deze definitie besloten liggen. Ja.
Precies. Ja, dus het, je ontleedt het eigenlijk. Dat is een ontleding. Vandaar ook dat het hangt samen met de Aristotelische methode, analytica. En dat is echt een ontleding van wat in deze definitie besloten ligt. Ja. Ja, zoals ik begon te zeggen inderdaad, het hele werk van Aristoteles, de Ethica en Nicomachea, bestaat natuurlijk uit 10 boeken. Ja. Dit heeft hij in het eerste boek, bespreekt hij dit al, zet hij eigenlijk een beetje de basis op. Dit is zo'n beetje ook het principe van waaruit we gaan werken. En vanuit dit principe kan hij vervolgens al die deelaspecten van het goede leven, van het handelen, van wat is dan die deugdzaamheid, kan hij nader gaan uitpakken in de pakken in die verdere hoofdstukken. Ja. Maar dit is echt het kernpunt eigenlijk van het hele boek. Hoe hij ook het verhaal, hoe hij het insteekt, hoe hij zijn argument ook gaat insteken. Ja. Dus misschien is het iets om ook nog heel even dan kort in te zoomen op die Aristoteles zegt dus eigenlijk ook over het goede voor de mens is die werkelijkheid van de ziel. Krachten te voorkomen deugd in een leven dat volledig tot wasdom gekomen is. En het bedoel, het belangrijke, dat gaf je zelf ook al aan, van natuurlijk ook dat handelingsaspect benadrukken, is dat hij ook zegt van dat doel van het handelen, het geluk in dit geval, is iets wat je doet omwille van zichzelf. Ja. Dus als je, de mensen zijn misschien geneigd om te zeggen, nou word ik gelukkig van lekker op de bank gaan zitten en helemaal niets doen, bij wijze van spreken. Dan zou je kunnen zeggen, dan verlies je dus punt 1, verlies je die handeling uit het oog. Punt 2, plaats je dus ook iets externs aan die handeling. Ik doe dit omwille van dat. Want voor Aristoteles is natuurlijk heel belangrijk van nee, geluk doe je. Je doet het omwille van zichzelf. Ja, nou wat denk ik heel belangrijk is om in de gaten te houden. Kijk, wanneer je naar de moderne tijd kijkt, dan bijvoorbeeld het utilitarisme of de eudaimonistische ethiek in alle utilitarisme. En dan zeggen ze ja, geluk is het maximum aan genot, minimum aan pijn. Ja. En dan is voor het grootste aantal. Ja. Maar eigenlijk wat genot en pijn zijn, wordt niet nader gedefinieerd. En dat is omdat men in die naturalistische traditie eigenlijk geen begrip heeft van een menselijke natuur zoals Aristoteles. Ja. Dus je neemt gewoon, en of dat genot nu is koffie drinken, voetballen of een boek lezen. Ja, dat is niet iets wat in het genot qua genot onderscheiden kan worden. Terwijl Aristoteles is echt the other way around. Hij begint juist bij die activiteiten die wij verrichten. Ja. Ja, en vraagt dan, wat is nou het menselijke daaraan? En nou, dat zijn die activiteiten die, waarin onze logos tevoorschijn komt. Ja. En dat blijkt dan ook samen te hangen met het feit dat wij weer fundamenteel gemeenschapswezens zijn. Dus dat is zo elementair, dat wanneer ik het heb over vrijgevigheid, dan hebben we het al over het feit dat ik met vrienden en familie een leven deel. Als ik het heb over geestigheid, dat is dat ik in de omgang met mensen hen op een bepaalde manier bejegen. En ik in een ruimte kan binnenkomen en de sfeer kan bederven. Ja. Maar ook door een paar leuke gevatte opmerkingen, door nieuwe perspectieven in te brengen, ook iedereen op kan tillen. Ja, en dat is eigenlijk waar Aristoteles dus naar kijkt. Het gaat al om het samenleven met mensen. Ja. En wat daarin deugt. En hoe je zorgt dat de gemeenschap behouden blijft. En ook heel esthetisch, dat mooi is. Ja, dus de schoonheid is mooi. Wat wij ook wel zeggen, dat is mooi dat je dat gedaan hebt. Nou, dat is bij de Grieken, dat zie je al bij Homerus. Een hele fundamentele gedachte. Dat handelen ook een esthetische component heeft. Je kunt dat ethische en dat esthetische op die manier helemaal niet scheiden. Plato heeft het al over de kalogagatia. Dus het is mooi en edel, weet je wel. Mooi en goed. En zo kijken wij natuurlijk ook wel naar films. Dat is echt een. Maar ook wat een mooie kerel. Ja? Of een, en dan niet in de zin van.
hij heeft zulke spierballen of zo, of hij heeft een geweldig gebouwd lichaam. Of, maar ook, ja, wat hij doet is goed. Ja. Is, ja, en dat is eigenlijk ook de manier waarop hij dus gaat kijken naar dat geluk. Weet je, hoe mensen in een gemeenschap zich gedragen, wat voor handelingen ze doen. En of ze daarmee die gemeenschap tot bloei brengen. Ja. Of dat een bloeiende gemeenschap wordt. Ja. En dat is een van de redenen waarom Aristoteles natuurlijk, we hebben het nog niet over gehad, kunnen we daar ook nog wel zeggen, waarom die zeker nu binnen de sfeer van de bedrijfsethiek bijvoorbeeld, maar ook daarbuiten, zo'n enorme populariteit geniet op dit moment. Hè? Omdat dat, wanneer je kijkt naar een bedrijf, ja, dat is toch een gemeenschap van mensen, als het goed is. En de vraag wordt dan ook, hoe moet je je gedragen om te zorgen dat het hier eerlijk eraan toe gaat, dat er geen scheve gezichten ontstaan, dat mensen blij zijn, dat ze tot hun recht kunnen komen. Ja. Dat zo'n gemeenschap bloeit. Ja, en dat is eigenlijk het perspectief, hè, van die ethica. Dat je vervolgens dus gezegd, oké, de werkelijkheid van de zielkracht is een deugd. Maar die deugd heeft net als bij de muziek te maken met hoe speel je het spel van het leven. Ja. Ja. En dat betekent, hoe ben jij als gemeenschapswezen samen met anderen? Ja. En wat is daarvoor nodig? Precies. En misschien kunnen we daar ook wel op voortborduren. Want er zit natuurlijk een andere component aan deze thematiek en de dynamiek die je hier beschrijft. Waar we eerder ook al aan hebben gerefereerd in dat idee van het maathouden. Hè? Dus wat je zegt, ja. Er is een relatie tussen dat goede en het schone. Ergens is proportie voor Aristoteles is ook erg belangrijk. Je ziet dat in het hoofdstuk over rechtvaardigheid noemt hij dat veel. En dat zit ergens ook al zo'n bijna een esthetische component. Dingen moeten in balans blijven. Dan moet er een zekere proportionaliteit ook in jouw daden bestaan. En daarom wordt het maathouden in die handeling van Aristoteles heel belangrijk. En dat wordt ook een centraal onderdeel van hoe hij die deugden later gaat definiëren als hij wat meer deugden gaat noemen. Namelijk het proberen te zoeken van het midden. En daarin het houden van die maat. Zou je misschien iets meer kunnen zeggen over hoe Aristoteles kijkt naar die methode van het houden van het midden en dat maathouden? Ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, wanneer je kijkt naar de ethica Nicomachea als geheel, dat je in ieder geval een fundamentele tweedeling ziet in zijn analyse van wat dan de deugd is. Ja. Hè? Want eigenlijk heeft hij de vraag naar geluk in de definitie al verplaatst naar de vraag naar deugd. Wat is deugd? Ja. Hè? Want het is, je zegt werkelijkheid van de ziel, kracht is een volkomen deugd, maar ja, wat is dan deugd? Ja. Nou, en hij zegt, die deugd die moet je bezien vanuit de ziel. En daar heeft hij een vrij stringente opvatting over. Grijpt hij ook op bepaalde tradities terug. Iets anders dan bij Plato, maar er zit er wel een overeenkomst in. En de gedachte is, de ziel is eigenlijk, heeft een driedeling. Je hebt een vegetatief deel, dat te maken heeft met voortplanting, met eten, met mijn bloedsomloop, dat deel wat zorgt dat ik als, gewoon blijf leven. Nou, daar heb ik in mijn handelen, zegt hij, niet heel veel greep op. Hè? Ik ben er wel op aangewezen. Hè? Ja. Als mijn hart stopt, mijn kloppen dan. Hè? Maar dat is niet het specifieke, wat hij zegt, ook het vegetatieve bestaan. Ja, daar gaat het hier eigenlijk niet over. Daarnaast hebben we, zegt hij, ook een strevend deel. En dat wordt heel belangrijk. En we hebben de orexis, een strevend deel van de ziel. En dat is, wat zijn mijn verlangens? Ja? Waar gaat mijn wil naar uit? Of wat heb ik in de zin? Ja? Dat is het strevende deel van de ziel. Dat hangt samen met het vermogen om, zoals hij zegt, te luisteren ook naar de reden. Het is niet zelf het redelijke deel, maar je kan in je verlangen natuurlijk ook zeggen van, nou, dit deugt niet. Ja. Iemand die beheerst is, zal zeggen, nou, dat moet ik dan niet doen.
Iemand die onbeheerst is, die doet het misschien op een bepaald moment dan toch, hoewel die het eigenlijk niet wilde. Maar als een dus je ziet al, er ontstaan in de ziel eigenlijk verschillende, verschillende dynamiek. En er zijn verschillende elementen of aspecten die daar een rol spelen. En wanneer je nu kijkt naar dat strevende deel van de ziel, zegt Aristoteles, dat heeft dus te maken met zoiets als genot en pijn. Ik jaag iets na en dat ik najaag, dat is doorgaans dat waarvan ik geniet. Kan ook een edele handeling zijn. Hè? Dat wat mij bedrukt of wat pijn doet, zal ik gaan ontvluchten. Ja. Nou, dan zie je dat hij zegt, waar ik op gericht ben in dat streven, en hangt natuurlijk weer samen met hoe ik word geraakt door dingen. Als ik boos ben, ja, dan betekent dat ik een opmerking, bijvoorbeeld, of het gedrag van iemand als een belediging opvat, of als iets waarin hij mij kleineert, of wat die. Dat stoort me en ik wil genoegdoening. Ja? Dus in mijn boosheid geef ik hem een belediging terug. Of als het erg uit de hand loopt, dan komen we misschien wel tot een handgemeen. Of als hij mij zo aanvalt, dan is dat natuurlijk ook iets wat woede bij mij ontlokt. Dus het heeft met pathos te maken. Dus niet alleen met dat streven najagen van genot of het ontwijken van pijn. Maar dus ook met het geraakt zijn. Ja. Dat strevende deel van de ziel hangt dus samen met mijn, wij zouden zeggen, emotionele leven. Waardoor ik bewogen ben, wat mij in beweging zet, mijn gevoelsleven. We hebben dan, zegt Aristoteles, dus deugden zijn eigenlijk, wanneer ze te maken hebben met dat strevende deel, zijn houdingen. Manieren van ingesteld zijn. In de traditie is dat ook wel vertaald als dispositie. Mm. Ja? Ik vind het woord instelling of ingesteld zijn ook wel mooi, want het geeft aan hoe jij bent ingesteld op de wereld om je heen. Ja? En als jij op een kalme manier bent ingesteld, dan word je niet te heftig boos. Ja? Want wanneer jij boos wordt, dan betekent dat jij streeft naar wraak, genoegdoening. Ja. En dat zet jou ook weer aan tot een bepaald gedrag, tot bepaalde handelingen. Ja. Dus als jouw houding er een is van licht geraakt zijn, ja, gemakkelijk in woede uitbarsten, driftig zijn, dan betekent dat jij je gemakkelijk laat gaan. En daardoor eigenlijk een situatie misschien op een wat overdreven manier tegemoet treedt. En dan zie je eigenlijk al dat er dus een thema van maat speelt. Ja, van een teveel en een te weinig. Want als je helemaal niet boos wordt, ja, dan laat je over je heen lopen. En dan kan iedereen maar met je doen wat hij wil. En kom jij niet op voor de waarden die. Dat is een teken van minderwaardigheid. Ja? Dus het gaat hier om een midden. Tussen dat te veel en dat te weinig. En die houding van de deugd betreft dus dat midden. Ja. En dat is als we een aantal deugden nemen, dan is bijvoorbeeld moed is dan een midden tussen een teveel, een extreem van overmoed of driestheid. Iemand die geen gevaar ziet, ja. Die dus ook in een situatie misschien domme dingen kan gaan doen. Ja. Dan wel iemand die overal gevaar ziet.
doodsbang is, verkrampt raakt, nergens meer mogelijkheden of kansen ziet. En daarmee eigenlijk ook de verkeerde dingen gaat doen. Gaat vluchten, verstijft, niet meer goed na kan denken over wat hem te doen staat. Dus zo zie je dat de deugd de midden is altijd tussen die extremen van een teveel en een te weinig. Ja, en in die middenmaat, in die middenpositie, ben je dus geraakt door de zaken zoals het nodig is, voor wie het nodig is. Dat die figuur dat zegt, daar word je boos over. Ja, maar wanneer het een deskundige is die zegt van nou, je zou misschien, en de manier waarop je dat doet, nou, dat is niet terecht als je daar boos op zou worden. Ja, dus wanneer het nodig is, zoals het nodig is, voor wie het nodig is, de mate waarin het nodig is. Dus daar zie je eigenlijk dat ik in mijn dispositie, in mijn manier van wijzen of van ingesteld zijn, op zo'n manier betrokken ben op de wereld, dat ik, zoals Aristoteles het ook wel noemt, het midden weet te houden. En dat is de houding. Dus het gaat, maar heel belangrijk om te zien, en dat moet ik altijd mijn studenten ook uitleggen, ik zeg, het gaat er niet om dat jij het gevoel hebt en dan vervolgens zegt, oh wacht, nee, ik moet niet boos zijn. Nee, de manier waarop jij je voelt, is al een uiting van de houding. Ja. Dus de driftige wordt heel boos en de kalme wordt gewoon minder boos. Ja, en juist, dan zie je al die lichamelijke component ook terugkeren. Ja. In dit voorbeeld. Ja. En dus het gaat echt de gewoonten die je eigen hebt gemaakt, de houding die je daardoor hebt, die zelfs gewoon in je buik voelbaar wordt. Ja? En dat je niet meteen van je stuk raakt. Maar zo gaat het ook over de matigheid. Ja, wanneer krijg je honger? Wanneer heb je zin in seks? De mate waarin? En heeft dat jou in de ban? Of ben je daarvan in de ban? Of heb je daar een vrijere verhouding toe? Ja, en dat is eigenlijk het hele veld. En dat ingesteld zijn betekent dus dat ik op gevoelsmatig al op een bepaalde manier me in de wereld oriënteer. Dus hoe verhoud ik mij tot gevaar? Hoe verhoud ik mij tot lekker eten? Hoe verhoud ik mij tot gesprekken die worden gevoerd? Hoe verhoud ik mij tot mijn rijkdom? Hoe verhoud ik mij? Dus het zijn allemaal verhoudingen. Allemaal ja. Verhoudingen. En wel in relatie tot medemensen. Ja. In relatie tot mijn kinderen, in relatie tot mijn ouders, in relatie tot vrienden. Dus dat is dat hele gedifferentieerde veld. Dat is wat in het spel is. Dus het gaat ook niet simpelweg om karakter trekken. Het gaat al om volledig gesocialiseerde, bij Aristoteles, gesocialiseerde manieren waarop ik vanuit een positie die ik heb, en dat is ook heel belangrijk, wanneer ik rijk ben, dan kan ik ook royaal zijn. Ja. En wanneer ik sterk ben, zal ik op een andere manier moedig zijn dan wanneer ik zwak sta fysiek. Ja, dus mijn hele situatie is ook alweer meegenomen in hoe ik mij verhoud tot die wereld. En dan zijn dus die ethische deugden, die deugden die met gewoonten te maken hebben, die betreffen dus altijd al dat streven. Waar streef ik naar? Waar ga ik? Wat jaag ik na? Wat doe ik juist niet? Wat ontvlucht ik? En dat is bijvoorbeeld inderdaad moed. Dat is kalmte. Dat is vrijgevigheid. Het is zelfbewust grootsheid. Het is eigenlijk een hele reeks van voortreffelijkheden of deugden, die maken dat ik dus op die wereld ben ingesteld. En het midden weet te treffen. Ja.
En dat is de, dus het gaat ook om een houding waarin ik al gericht ben op een bepaald soort omgang, een bepaald soort behandeling, een bepaald soort handelen. Ja. Ja, een intentionele of een voornemende houding, zoals hij het ook wel noemt. Ja. Ja, waarin ik me iets voorneem en dat ten uitvoer breng. Ja, het is natuurlijk heel mooi wat je zegt, hè, dat Aristoteles zo sterk oog heeft voor die concrete sociale situaties waarin een mens opgenomen kan zijn, waar een bepaald appel vanuit kan gaan en waar je je doel kan overschieten. Ja, ik probeer hier iets te bereiken, ik wil goede zin of goede sier maken, of ik wil dit feestje nog net iets gezelliger maken. Nou, ik kan mezelf veel te veel op de voorgrond platen. Dan overschiet ik mijn doel. Of ik zit een beetje als grijze muis. Of je bruskeert een ander, weet je wel. Of je drinkt te veel, waardoor je zaken uit het oog gaat verliezen. Maar het is dus heel mooi dat Aristoteles zicht heeft voor dat opgenomen zijn in de wereld en heel anders dan bijvoorbeeld de stoa. Of wat je misschien ook ziet in een vorm van boeddhisme, waar je ziet van je hebt die... He, het doel is het ontkennen van de begeerte. Je moet eigenlijk je zoveel mogelijk terugtrekken van die gevoelens. Nee, het gaat om het tot bloei brengen. Ja, echt in de wereld. In de wereld, met mensen. En dan zie je dat al die ethische deugden die ik net noemde. Die er ook, ik bedoel, hij heeft het zelfs over grootste stijl. Dus dat ik, de echte aristocraten. Laten we zeggen het bruiloftfeest van Maxima en Willem. Nou, dat is toch wat anders dan van Kim Kardashian. En het ene heeft namelijk stijl. Denk aan die bruiloft van Willem en Maxima. Willem-Alexander en Maxima. En daar zie je dus iets van met je vermogen om weten te gaan. Ja, dat op een gepaste wijze doen. Er wordt natuurlijk toch kapitaal ingestoken. Maar wel op zo'n manier dat het stijlvol blijft. Terwijl het smijten met geld, dat noemt hij, dat is geen grootse stijl. Ja, dat is een beetje potsierlijk. Dat is proletere. Ja. Dus ook dat soort kwaliteiten, die benoemt hij. Ja. Ja, en dan, maar dat kun je natuurlijk ook al doorvertalen van wat gebeurt er in bij een bedrijfsfeest. Ja? Hoe wordt dat stijlvol ingericht? Of is het gewoon een zuipersgranspartij? Ja. En wat voor artiesten komen er? Ja. Ja. En wat is het soort vermaak dat hier plaatsvindt? Ja. Ja, dus wanneer je kijkt naar, ook naar de politica, dan gaat het er eigenlijk steeds om dat je die voortreffelijkheid in de manieren van doen, dat je die cultiveert. Ja. En dat begint natuurlijk al op familieniveau, maar dat gaat gewoon door naar de wetgeving van de staat. Dat bepaald soort handelingen worden bevorderd. En dat andere juist worden tegengehouden of worden afgewend. Ja. Ja, en al die ethische deugden die komen dan samen in dat is het thema van boek 5. In wat hij noemt dus de volkomen deugd van de rechtvaardigheid. Precies, ja. Ja, en dan zul je zien, en dan kunnen we het misschien zo dadelijk over hebben, dat die volkomen deugd van de rechtvaardigheid, maar ook al die ethische deugden, die verwijzen weer naar ook het vermogen om op de juiste manier te beraadslagen, na te denken over de situatie waarin ik zit. Ja. Ja, en situationeel. Dus er is niet één regel. Maar wat is in deze situatie de gepaste manier om boos te zijn? Of de gepaste manier om dapper te zijn? Ja. Dus dat midden, dat hangt natuurlijk helemaal samen met... heb jij aandacht voor wat de situatie is? Ja. En ben jij juist handelingswijze indachtig? Ja. Waaraan je de hand houdt. Ja. Dan komen dus die ethische deugden, dat te maken heeft met dat streven, met hoe ik geraakt word door dingen, wat ik najaag of wat ik nou juist wil vermijden of ontvluchten, komt dan samen met mijn denkvermogen. Ja. Waarbij zoals gezegd, dus het ultieme idee is, het tot bloei brengen
van de wereld om me heen. Dus rechtvaardigheid is, laat ik de ander tot zijn recht komen. En kom ik zelf tot mijn recht. Ja. In wat ik doe. Precies, ik ben aan het denken van... We hebben al een aantal hele mooie centrale begrippen uit de ethica hebben we nu ook wel uiteengezet. We hebben het natuurlijk gehad over de definitie van het goede leven. We hebben het gehad over het belang van termen als geluk. Ja. Het gaat om handelen. Het gaat om de relatie tussen die handeling en een zekere houding die daarmee gepaard gaat. Gevoelens van genot en gevoelens van afkeer daarvan. Ja. En natuurlijk daarin dan vervolgens het weten te vinden van het juiste midden. Ja. En diezelfde dynamiek die kom je natuurlijk tegen bij al die diverse deugden die gaat bespreken. Kijk, ik zie dat we ook al bijna tegen het einde aanzitten van het gesprek. We zijn al even bezig, dus misschien kunnen we zeggen... we kunnen nog een keer over Aristoteles gaan terugspreken... en dan zouden we wat van die individuele deugden, die zouden we dan ook kunnen adresseren. Maar misschien is het voor het einde van dit gesprek, ben ik toch wel benieuwd... zijn er nog wat punten van kritiek die je zou kunnen geven op Aristoteles? Als we zo een beetje zijn brede insteek hebben besproken... zijn er dan voor jouw gevoel, iemand die al zo lang bezig is met Aristoteles... delen waar jij denkt, nou, hier laat hij toch misschien een bepaald thema te veel achterwege... of hier neemt hij misschien toch zijn perspectief wat te nauw. Ja, nou laat ik dan eerst toch nog even één element eruit lichten... wat we denk ik nog wat... eerst nog wat extra aandacht moeten geven. Kijk, en daar hangt ook een deel van mijn wellicht kritische bespiegeling ook weer mee samen. Kijk, je kunt, wanneer we het hebben over een goede handeling bij Aristoteles, dan moet ik dus, en dat is wat je in boek 6 ook duidelijk maakt, dan moet ik eigenlijk zien dat die goede handeling altijd al deel uitmaakt van wat hij dus eudaimonia noemt, geluk. Ja. Of een ander woord wat hij ook wel hanteert hier is eupraxia. In het Engels kun je het prachtig vertalen als doing well. Are you doing well? Ja. Gaat het goed met jou? Maar doe je goed? Ja. Ben je in goede doen? Zo vertaal ik het ook ja. wel. Ja. In goede doen. En de fundamentele gedachte is dat ik eigenlijk bij Aristoteles in mijn handeling uitdrukking geef aan iets wat er tegelijkertijd ook alweer is. Dan komt zijn fundamentele gedachte eigenlijk om de hoek kijken. En dit is overigens wat ze in eigenlijk de meeste Aristoteles-interpretaties in mijn ogen niet goed zien. Maar als je er goed over nadenkt en je leest hem goed, ook in het Grieks, dan zie je dat hij dit op het oog heeft. En dat het telos, het doel, is er in zekere zin al. Ja, het geluk is niet iets waar ik steeds maar weer naartoe moet. Ja. Nee, ik heb op een gegeven moment de werkelijkheid van de ziel. Kracht is een volkomen deugd. En een leven dat volle wasdom is gekomen. Met die andere mensen om me heen. In volwassenheid. Ja. Dus dat leven is tot wasdom gekomen. En dat betekent dat ik bij hem als een zo'n politicon, dus in een stadstaat leef. Met mensen om me heen. Ja, en ik probeer die gemeenschap recht te doen. Rechtvaardigheid. Maar op zo'n manier dat ik weet in te spelen op de situatie. Waarbij ik zelf ook altijd al een onderdeel ben. Van ja, ik heb die verantwoordelijkheid, ik heb die mensen. Die vriend van mij is ziek, die heeft misschien mijn hulp nodig in financiële aangelegenheden. Die heeft op dit moment problemen met zijn kinderen. Wat kan ik daar doen? Dus je speelt in op wat zich voordoet. En daarbij doe je wat er nodig is, wanneer het nodig is, zoals het nodig is, voor wie het nodig is. En als ik te driftig ben, dan ontgaat me dat misschien. Dan zie ik de dingen vertekend of scheef. En wanneer ik over die deugden beschik, dan hou ik het overzicht. Ja. Het overzicht over die situatie. En heel belangrijk, het is echt een apollinische positie. Volkomen klaarheid bij Aristoteles. Dus ik weet wat er aan de hand is.
ja, bij het handelen. Mooi. Nederlands heeft ongelooflijk veel uitdrukkingen met handen. Weet wat er. Ik probeer dus ook de zaak in, niet uit de hand te laten lopen. Ja. Dus daarbij is dat evenwicht belangrijk tussen mensen. Dat is een fundamentele notie ook die hij gebruikt waar het gaat om rechtvaardigheid. Dus het idee van evenwicht. Wie krijgt er aandacht binnen het bedrijf van de kinderen? In welke mate? Ja, of leidt dat tot scheve ogen? Ja, ontstaat er het gevoel van, hey, wacht, die een wordt beter beloond dan ik. Die krijgt een betere positie dan ik. Ja, niet eerlijk, niet rechtvaardig. Ja, dus wat je doet is, je houdt die gemeenschap waar jij deel van uitmaakt, hou jij in evenwicht. Ja, die zorgt dat die als politicus, dat in bloei blijft. Dat dat floreert, zoals we zeggen. Ja, dat er geen scheef groei is. Nou, en dat betekent niet dat iedereen hetzelfde krijgt. Helemaal niet, want mensen zijn verschillend. Ja? Dus je gaat er ook op verschillende manieren mee om. Nou, daarin heb je dus oog voor wat er aan de hand is. Ja? En in jouw handeling geef je dus uiting van eupraxia, van dat in goede doen zijn. He, dus gesteld die vriend is inderdaad ziek of die heeft een bepaalde... Nou, en jij zegt, nou ja, dat is toch wel heel naar, want het is ook ernstig en ik moet hem eigenlijk bij hem op bezoek. Ja. We weten het ook allemaal, er zijn beslissende momenten in een leven. Ja. Als je dat niet doet, dan is dat toch een misschien niet helemaal terecht. Ja, want hij heeft het nu echt nodig. Maar ja, het kan best zijn dat jij in een situatie verkeert en je niet weg kunt, of moeilijk weg kunt. En wat doe je dan? Ja. Oké, nou ja, weet je wat, dan laat ik in ieder geval een bos bloemen bezorgen. Ja. En ik heb de middelen, ik kan zelfs die even opbellen of die even langs gaat. Of ik dat boek, daar kan hij nu wel wat aan hebben. Nou, dan is het fundamenteel om te zien is dat wat jij doet op dat moment is een natuurlijk handelen naar bevind van zaken. Ja, rekening houdend met de omstandigheden. Maar wat is er aan de hand? In welke mate speelt dat? Hoe ernstig is het? Dat overzicht heb je. Nou, vervolgens ben jij natuurlijk ook een bepaald soort gedrags... lijnen die te maken hebben met dat goede leven en die je ook wel in wetten tevoorschijn ziet komen, die ben jij indachtig. Hè? Een vriend in nood moet je helpen. Maar ja, is dat onvoorwaardelijk? Ja, wanneer het kan. Maar ja, misschien kun jij niet weg, want is je eigen kind ziek? Of zit jij vast omdat je geen vervoer hebt? Of er zijn allerlei natuurlijk condities. Nou, maar dat betekent het, oké, maar hoe kan ik het dan wel doen? Laat het niet meteen los. Hoe kan ik het dan wel doen? Nou, dat is het, dus wat hij noemt, daar is een welberadenheid voor nodig. Een eubulia, daar komen we dat woord ui weer. Eupraxia, in goede doen zijn. Nou, wanneer ik in goede doen ben, dan beschik ik over de juiste deugden. Ja. Dan heb ik inderdaad ook vrienden. Heb ik ook middelen waar ik op terug kan grijpen. En in wat ik doe, ja, zorg ik voor datgene wat er al is. Ja, laat ik dat wat er al is tot zijn recht komen, of zorg ik dat het blijft bloeien, dat het floreert. En dus in dit geval, dat cadeau dat jij geeft, of dat bezoek dat jij aflegt, of die andere actie die jij onderneemt, is zelf een uiting van vriendschap. Het is niet het waardoor die vriendschap tot stand komt, in dit geval. Nee, die vriendschap is er al. En dat jij dit doet, en dat jij zo overlegt, en dat jij vervolgens dat handelt, is een uiting van die vriendschap. Iets wat al is gerealiseerd. Iets wat er al is. Ja. Ja.
En dat is een cruciale gedachte. Ja. De meeste interpreten eigenlijk, ik ben dit nog nooit zo tegengekomen. Terwijl, als je er goed over nadenkt, je leest Aristoteles goed, dan is dit wat hij op het oog heeft. En dus die wereld is er al. En daarbinnen verhoud ik mij op een bepaalde manier. En ik handel met het oog op het goede leven in zijn geheel. En in mijn handeling is er iets actief wat er al is. Namelijk die vrienden heb ik, dat vermogen heb ik. En daar doe ik het juiste mee. Daar ga ik op de juiste manier mee om. Ja, dat komt omdat ik ook weer die deugden heb. Ja. Ja, en zo voltrek ik in zekere zin mijn leven. Hè? Dat is de levenswijze. En weef ik het tapijt van mijn levensgang. Ja, dus ik met het oog op het goede leven in zijn geheel. Dus er wordt een tapijt geweven. Hè, waarin ik bij wat ik doe, terugkijk, vooruitkijk en zo de situatie aankijk. Ja, en daarbinnen dus zie wat er aan de hand is, maar ook weet waar ik de hand aan wil houden. En van daaruit handel ik. Nou, dat is een toestand van, en ik zou zeggen, als je naar de Griekse goden kijkt, hè, van Apollinische helderheid. Ja, waarin inderdaad de logos oog heeft voor alles wat er speelt. En alles is in het licht. En, ja. Alles is helder. En het is net als Apollo bestendig. Ja. Ja. Het is, daar ontgaat, hij spreekt ook, wordt ook in de Nederlandse vertaling ook volstrekt gemist. Hij spreekt ook over een heel bewust in boek 6 over een aletheis hexis. En dat hangt samen met hoe ik waarheid, Griekse waarheidsbegrip interpreteer. Heel anders dan wat iemand als Heidegger doet. Want Heidegger verbindt eigenlijk de Griekse waarheid met het uit de verborgenheid halen. Ja. En in de onverborgenheid brengen. En ik zeg nee, het is bij de Grieken precies omgekeerd. Ja. Het is de eigenlijke waarheid, aletheia, is dat wat niet. En dat zie je ook in de oudste etymologie die we hebben, etymologicum magnum, zeggen ze het ook op die manier. Het is dat wat niet vatbaar is voor verborgenheid. Ja, dat wat, dus de waarheid, net als Plato's idee, de waarheid zelf is er. Het is de mens die de verborgenheid, de mens raakt verduisterd. De mens ziet het niet meer. De mens komt in de grot terecht. Ja. Maar de waarheid is dat wat zich niet laat ontkennen. Ja. Dus het is dat wat niet vatbaar is. Het is net als athanatos, onsterfelijk, is het onverborgenheid. Ja. In de zin van dat wat niet de verborgenheid in kan. Ja. Ja, de mens kan erin. Ja. Ja, de mens kan erin. Ja. En dat is het interessante is dat hij de phronesis in het Grieks definieert in boek 6 als een aletheis hexis. Een houding die je niet kunt vergeten, zoals hij zelf ook zegt. Waarin je altijd aanstaat. Ja. Dus het is een waarachtige houding. He, een onvergetelijke of een onverblinde houding. Je zegt nu phronesis, ik weet niet of we dat woord eerder hebben genoemd, maar die verstandigheid. Dat is die, dat is dus die logos waar we het over hadden. Ja. He, dus die bedachtzaamheid, die bezonnenheid. Ja. He, want ik moet natuurlijk die situatie overzien. Precies. En ik moet, wat is er met die vriend aan de hand? Ja. En wat moet ik dan doen? En wat is mijn vermogen? En wie kan er dan helpen? En waar heeft hij eigenlijk recht op? En in welke mate? Ja. Nou, en dat is bezonnenheid. Ja. Hè, of phronesis. En, dat noemt hij dus inderdaad een waarachtige houding. Iemand die daarover beschikt, ontgaat niets. Nou, en jij vroeg hè, van waar begint voor jou de problematiek? Nou, dat hangt wel al samen met dat zielsbegrip bij Aristoteles toch. Eigenlijk nog heel strikt geënt blijft op een mens in zijn polis. Ja?
waardoor het heel omlijnd is. Ja. En dat merk je ook, wanneer we rollen het uit. Hè? En we kunnen hier ook nog veel verder op doorgaan. Zeker. Ja. Maar het is een afgerond geheel. Ja. En ik denk, dat hangt samen met, met Spengler bijna zeggen, het oersymbool van de Griekse wereld. Ja. Van dat afgeronde, zoals Spengler het noemt, het naakt aanwezige lichaam. Ja. Er waar geen rafelranden aan zitten. Ja. Dat noemt hij de Apollinische ziel. Ja. En waar niet de historiciteit centraal staat. In de historiciteit, en dat is eigenlijk wat je in de middeleeuwen al ziet, wanneer je kijkt naar hoe de deugdethiek in de 12e, 13e eeuw bijvoorbeeld terechtkomt in het denken van, of in het dichten van de troubadours, die de minneliederen maakten, maar ook de grote mensen als Chrétien de Troyes of Wolfram van Aschenbach, dan zie je eigenlijk al dat in de Europese levenservaring wij eigenlijk die helderheid op die manier niet krijgen. Als ik nou zeg van ja, jij overlegt met het oog op je leven in zijn geheel. Wist Aristoteles, bij wijze van spreken, wat er in zijn levensgang gebeurde op het moment dat hij zich inliet met Philippos? Ja? Weet jij, overzie je daar welke wending het leven gaat nemen? Er zijn hele belangrijke beslissingen in je leven waarbij je misschien niet overziet waarom je die kant op gaat. Ja. Die toch iets te maken hebben met wie jij ten diepste bent. Ja. Niet vanuit de transparantie van de situatie, maar eerder vanuit de daimon. Ja. Die tot je spreekt. De genius. Ja. En daar wordt daar keren we eigenlijk ook terug naar Plato, die het heeft over de daimon in de staat die ik mee heb gekregen met mijn geboorte. Ja. Ja. Die iets zegt waarvan ook Socrates ook niet weet waarom die het doet. Ja. Vaak zegt hij alleen maar nee, niet doen, niet doen. Ja. Dit is maar even één eerste aanwijzing, want ik kan er nog veel meer over vertellen. Maar het gaat hier over dus de dimensie van het menselijk bestaan, waarin op juist hele wezenlijke momenten de afslagen worden genomen, waarin de pijn ook een veel belangrijkere rol nog gaat spelen dan het bestendige genoegen van het vertrekken van de deugd. Ja. Ja, want reken maar dat het Aristoteles pijn heeft gedaan dat hij niet de opvolger werd van Plato in de academie. Precies, ja. En dat er tegelijkertijd gebeurtenissen zijn die te maken hebben met juist ook het vinden van zijn eigen weg. Ja. Ja, en daar komen wat mij betreft ook de polytheïstische achtergrond ook van zowel Plato als Aristoteles op een verschillende manier en tot uitdrukking. Ja. Ja, en bij Aristoteles zie je toch de grote nadruk op de nous. Ja. Die als een soort monotheïstische godheid de hele ordening reeds overziet. Ja, ja. En daarmee dus een Apollinische helderheid creëert. Hè, die dus ook doorwerkt in een ethiek en doorwerkt in een opvatting van de polis. Waar die historiciteit van het bestaan eigenlijk onvoldoende is verdisconteerd. Ja. En daarmee ook een ziel die denk ik te afgerond en afgesloten is geïnterpreteerd. En wat Heraclitus al zegt, wie kan de grenzen bepalen van de... Niemand kan die bepalen, want zo diep is zij, Bacchus. Ja. Ja. Zo ver, zo diep gaat zij. Ja.
Ja, en dat is die in alle kracht van Aristoteles is dat een aspect wat ik ook fundamenteel mis. Maar dat laat onverlet dat hij op zoveel andere onderdelen dan een rijkdom laat zien. Hè. En, nou ja, je merkt het, vraag me wat. En ik kan daar altijd op terugvallen en altijd uit putten. Ja. Dat is ook de rijkdom van zijn werk. Nou, hopelijk mag dit gesprek ook dienen als beginpunt voor onze kijker om toch een keer zelf het boek van Aristoteles op te pakken en zelf een keer toch uit te zoeken waar gaat het nou allemaal precies over. Zoals jullie merken, we hebben inderdaad echt, ik denk, de top van de ijsberg nu inmiddels besproken in dit gesprek. Nou, maar tegelijkertijd ook wel hele belangrijke gedachten die je in de vertalingen soms helemaal niet tegenkomt. Ja. Want dat is... vertalen is interpreteren en het feit dat iemand Grieks beheerst betekent nog niet dat hij ook kan filosoferen. En het feit dat hij kan filosoferen betekent nog niet dat hij Grieks beheerst. die activiteit van vertalen en interpreteren is van het grootste belang ook om zo'n werk eigenlijk tot leven te wekken. Ja, nou hopelijk krijgen we nog een keer de kans om het nog een keer te doen. Ja, graag. We kunnen ook nog kijken of we bepaalde sporen die we nu hebben laten liggen, of we die nog een keer wat verder uitdiepen. Ja. Misschien heeft de kijker daar ook nog wel een behoefte aan. Wie weet. Dus stuur de vraag maar op. Zeker als jullie vragen hebben of als jullie denken het lijkt me leuk als jullie dit nog wat verder uitdiepen. Of gewoon natuurlijk algemeen, hè, suggesties over boeken die jullie graag ons zouden zien behandelen in deze reeks. Dan laat vooral een comment achter onder de filmpjes of stuur even een mailtje naar onze redactie. En dan pakken wij dat heel graag op. Voor nu... sluiten wij de uitzending af. Ja. Ad, hartelijk dank. Ja, jij ook dank voor je aandacht. Heel graag gedaan. Nou, heel goed. Dankjewel. Dankjewel, Ad. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.